Welkom, medereizigers. Maier hier. Welkom bij aflevering 67 van ons kleine reisje hier door het tekstboek heen van een cursus in wonderen. God of het ego? De dynamiek van het ego. Ja. Hier. Niemand van ons die denken hier te zijn. Niemand kan ontsnappen aan illusies, tenzij hij ernaar kijkt. Want door er niet naar te kijken, worden ze beschermd. Jezus geeft hier de kern van deze cursus aan. Hier is de kern van vergeving. Dit is wat Jezus van ons vraagt. Kijken naar het ego. Zijn wij bereid om al onze duistere gedachten en gevoelens en situaties, oordelen, aanvallen, pijn, ziektes, conflicten, naar het licht van de Heilige Geest te brengen? Op het moment dat wij dat doen, zijn wij aan het kijken. En kijken wil zeggen ook ontkoppeld zijn van die emoties. Ontkoppeld zijn van het ego. Ontkoppeld zijn van het lichaam. Kijken. Dit gaat nooit over kijken zoals wij met de ogen van het lichaam kijken. Nogmaals, vergeving is stil. Het doet niets en kijkt en oordeelt niet. Wanneer wij samen met Jezus kijken, dat is vergeven. De dynamiek van het ego zal een tijd onze les zijn. Want wij moeten hier eerst naar kijken om er doorheen te kunnen zien. En aangezien jij het werkelijkheid hebt verleend. Ja, hier legt Jezus verder uit waarom kijken naar het ego belangrijk is. Waarom? Omdat wij er werkelijkheid aan hebben verleend. Daarom. En omdat wij dit gedaan hebben, zijn wij de enigen die dit ongedaan kunnen maken door samen te kijken met Jezus. Dat is alles wat Hij vraagt. Samen kijken. Laat het ego niet ingrijpen om dit proces weer moeilijk te maken en ingewikkeld. Nee, want het ego wil niet dat wij kijken, natuurlijk. Wij willen kijken naar met Jezus. Laten we deze les in egodynamiek beginnen met te begrijpen dat de term zelf helemaal niks betekent. Het bevat precies die contradictio in terminis. Die maakte dat hij geen betekenis heeft. Nou ja, laat je niet om de tuin leiden door die woorden. Het houdt in gewoon, Jezus zegt hier dat het woord egodynamiek zichzelf tegenspreekt. Want dynamiek bevat iets van macht. Maar dat ego heeft geen macht, want toch is de waarheid heel eenvoudig. Alle macht komt van God. Wat niet van hem komt, heeft niet de macht ook maar iets te doen. Nou, het ego komt niet van God. Dus het ego wil zichzelf heel groot maken en belangrijk. Maar het ego heeft geen macht. Wil ons doen geloven dat hij heel machtig is. En wij zijn al heel lang ingetrapt. Maar nu gaat dat allemaal veranderen. Maar nu gaan we kijken. Ja, nu gaan we kijken. Wanneer we dus naar het ego kijken, bekijken we geen dynamiek, maar waandenkbeelden. Je kunt een waansysteem echt zonder angst bezien. Echt wel. Want als zijn bron niet werkelijk is, kan het geen gevolgen hebben. Laat het even binnenkomen. Ja, ik lees dat laatste stuk nog een keer daar. Want als zijn bron niet werkelijk is, als de bron er niet is, als er geen oorzaak is, dan kan het geen gevolgen hebben. Als iets echt geen bron heeft, dan heeft het geen oorzaak.
Geen oorzaak, dan kan het geen gevolgen hebben. Geen gevolgen. Het ego heeft geen bron, geen oorzaak. Dat wil zeggen dat zonde, schuld en angst bestaan niet. Behalve wanneer wij de werkelijkheid aan verlenen en in geloven. Maar ze hebben geen oorzaak, ze hebben geen bron. En alle leugens van het ego zijn dan op niets gebaseerd. Over waar we erin getuind. Maar gelukkig, ze zijn niet echt. Ze zijn niet echt. Hierin vinden we de basis voor de droom. Dat wij dit geloofd hebben. Wij dromen van gedachten en beelden die niet bestaan. Ha, dat is de aard van een droom. Het is niet werkelijk. Oké, het ego, nou oh, dit. Het ego kan jou toestaan, en doet dat ook, jezelf te beschouwen als hooghartig, ongelovig, luchthartig, afstandelijk, emotioneel oppervlakkig, harteloos, ongeïnteresseerd en zelfs wanhopig, maar niet als echt bang. Zo, 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 wat een lijst. Ja, hier zien wij de ware aard van dat ego. Het ego is niet onze vriend, echt niet. Kijk wat hij daar. Hij wil ons geloven dat dit is wat wij allemaal zijn. Ah, nee, nee. Maar die laatste woorden zijn belangrijk. Het ego wil niet dat wij bang zijn. Het ego wil niet toestaan dat wij bang worden voor het ego. Nee, dat ego wil ons gevangen houden. En dat wij steeds vraag helpen aan het ego. Want, oh, ik ben ongeïnteresseerd. Ik ben wanhopig, ego. Help mij. Help mij hiermee. Oh, ego, ik ben zo ongelovig. Help mij. Nee, nee, nee. Wij vragen geen hoop meer aan het ego. Wil jij je vader herinneren? Aanvaard zijn zoon. En je zult hem herinneren. Iedere broeder die jij ontmoet, en dat zijn er heel veel elke dag, wordt een getuige voor Christus of voor het ego. Afhankelijk van wat jij in hen waarneemt. Zo. Zo worden de waarnemingen van het ego nou omgekeerd. Want samen met de Heilige Geest kijken we naar onze broeders. Niet naar lichamen, naar broeders, naar geest. De inhoud van wat wij werkelijk zijn. Wij vragen de Heilige Geest om de Christus voor ons te zien. En langzaamaan beginnen we ons nou beter te voelen. Langzaamaan we ervaren steeds meer vrede. Langzaamaan we voelen ons lichter en vruchtevoller. Want wij beginnen Hem, onze waarheid, te herinneren. Als hij jou niet van Christus spreekt, heb jij hem niet van Christus gesproken. Dus als ik mijn broeder als een afgescheiden ego heb gezien, dan heb ik de Christus niet gezien en dan zijn we in een dualistisch gesprek met elkaar. Je hoort slechts je eigen stem. En als Christus door jou spreekt, zul je hem horen. Ja, ervaren we nog innerlijk vrede? Zien we met de hoop van de Heilige Geest voorbij het lichaam, dan spreken we ons broeder aan als de Christus. En dan het grote nieuws wat Jezus hier deelt, de stem van Christus, is jouw eigen stem. De stem van de Heilige Geest is onze eigen stem. Wij zijn de liefde zelf. En wat vraagt Jezus van ons? Kijk met mij. Kijken is vergeving. Wat vind je niet leuk? Wat zit je dwars? Wat begrijp je niet? Breng het naar mij toe. Het zijn niet jouw gedachten. De denkgeest is de enige bron van zulke vervelende gedachten. Maar men bedenkt dat niet. Nee, de denkgeest bedenkt dat. Alles vindt plaats op denkgeestniveau. Dus Jezus zegt, kom naar mij toe, want Jezus is op denkgeestniveau. Breng het naar mij toe. Laten we samen kijken. Zo schijnen wij het licht op de duisternis.
En zo wordt al die vervelende dingen vergeven. Kijken, wachten, niet oordelen, vergeven. Dank jullie wel voor het kijken vandaag.